Hoi, goedenavond. Ik had vanmorgen weer de Q&A in de inner circle van mijn coach Kim. En ja, weet je, het brengt me zoveel. Ik ben zo blij dat ik Kim was, ja, dat Kim eigenlijk op mijn pad is gekomen. Het is nu al bijna weer, ik denk dik jaar geleden alweer. Ik heb haar dus al een tijdje als business coach. Zij helpt mij met mijn persoonlijke ontwikkeling, maar ook met mijn bedrijf. En ik ben haar zo dankbaar eigenlijk. En dat wil ik, nou ja, eigenlijk dat woord moet ik eigenlijk niet gebruiken. Maar ik ben haar dankbaar en dat wil ik ook via deze video nogmaals zeggen. Dankjewel, Kim, voor alles wat jij al voor mij hebt gedaan. Maar ik ben ja, rustiger geworden, denk ik. Meer aan het genieten van alles. Ook van de kleine dingen, maar ook van de grote dingen. En ik denk zelf dat de kleine dingen groter zijn geworden, eigenlijk zo zou je het kunnen zien. Maar zij is in augustus iets nieuws begonnen. De Inner Circle heeft ze dat genoemd. En wij zijn daar met, nou daar ben ik dus ook in gestapt. Wij zijn daar met een groep vrouwelijke ja, ondernemers. Dus ja, de meeste vrouwen zijn daar begonnen. Sommigen die denken erover om te beginnen met een bedrijf. En ja, en die groep is het gewoon super, want ja, je helpt elkaar ook, hè? Je ondersteunt elkaar, je geeft elkaar soms eens even nog een duwtje in de rug. En je bent ook, je voelt ook herkenning in mekaars verhalen en dat is ook best wel eens fijn. Hè? Dat kan ook heel erg helpen, naast dat Kim ons dus heel erg ondersteunt met een maandagtraining, een woensdag Q&A. Daar kan je echt al je vragen stellen van met je bedrijf tot persoonlijk, tot dingen dat je denkt, waarom gebeurt het wel of waarom gebeurt het niet? Ja, dus het is gewoon helemaal super, vind ik het. En ja, dan heb je vanochtend weer zo'n Q&A en dan krijg je weer antwoord op de vragen die je had. Of vooral antwoord op de vragen die de anderen ook hebben, waar jij dan zelf ook weer wat aan hebt. En dat is gewoon echt zo fijn. En het is heel fijn omdat, nou, wat ik al zei, van elkaar ondersteunen. En daarnaast is Kim gewoon iemand. Nou, ten eerste is gewoon een hele leuke meid, vind ik. En ze is altijd heel enthousiast. Ze vraagt door, waardoor je soms eens, ja, toch eens heel goed over dingen na gaat denken. Ze heeft mij heel bewust gemaakt van hoe ik soms tegen mezelf praatte. Dan zeg ik praten omdat het heel veel al verbeterd is. Soms doe ik dat nog wel eens, dat het de verkeerde manier is, maar daar ben ik me er bewust van, waardoor ik het ook gelijk nu weer kan omdraaien. Dat is denk ik de grootste persoonlijke ontwikkeling die ik door heb gemaakt, waardoor ik nu meer dus geniet, wat ik net in het begin al zei, meer happy ben, een leuker leven heb, een makkelijker leven heb. Ja, meer geniet wil ik nog een keer zeggen, maar dat is gewoon wel zo. Ja, dus dat wilde ik gewoon eens met jullie delen. En heb je eens vragen over, goh, ik ben ook ondernemer of ik wil eens beginnen. En wie is die Kim nou eigenlijk? Of wat is de inner circle? Dan mag je natuurlijk gewoon altijd een berichtje sturen.